Nou, ik woon zelf in blok 1 en ik ben heel blij dat ze het af gaan maken, dat het beeldregieplan er nu is en dat het project eindelijk afgerond wordt. 12 jaar geleden begonnen, toen kwam de crisis, maar nu gaat het dan eindelijk afkomen. Vindt u het niet dat het een beetje veel wordt? Nee, zeker niet. Ik denk als het straks klaar is en die halve cirkel van die haven, die is helemaal volgebouwd en beneden komt horeca en winkeltjes en zo, dan wordt het een heel gezellig gebied. Wat ook veel mensen, denk ik, die er niet wonen, zal aantrekken. Gewoon een uitgaansgebied. Wat vindt u ervan? Ik vind het voor de sfeer, het zijn hele mooie gebouwen. Het is een beetje die Amsterdamse stijl, hè? Die huizen, zeg maar, die appartementen. Voor de sfeer is het echt leuk, we vinden het ook heel mooi. Er komt horeca onderin, dus als dat goed loopt, wij hebben op loopafstand, kunnen we dan gewoon naar een kroeg of naar een restaurant. Dat vinden we ook heel leuk. En het wordt er eigenlijk alleen maar mooier op. En ik vind het, dit is echt een heel mooi stukje Lelystad. Ik was nooit zo'n fan van Lelystad, maar dit vind ik echt mooi. Dus nee, ik ben daar wel heel blij. Het ziet er fantastisch uit. Wat ze nu nog van plan zijn en wat nog gebouwd moet worden, is voor ons natuurlijk nog de vraag wat er nou echt gaat gebeuren. Maar vooral dat eerste bouwblok, dat ziet er gewoon fantastisch uit. Er komen nog twee grote blokken bij. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, ik vind het ook wel veel. Ik moet eerlijk zeggen, ik woon aan de achterkant. Dus de andere kant van de houtribdreef. En ik zie het allemaal dichterbij komen. Nu zie ik de masten van de schepen nog die daar in de haven liggen. En dat gaat straks verdwijnen. Aan de andere kant, het geeft ook weer reuring. Er komen restaurantjes bij en dat heeft Lelystad juist nodig.